Dan ga ik over tot de stemming met betrekking tot de voorliggende agendapunt. Agendapunt 17. Raadsleden gestemd tegen de motie, hebben 25 raadsleden gestemd. Daarmee is de motie verworpen. Wat vindt u nu van de gang van zaken, wat er vanavond gebeurde? Nou, ik ben er echt best wel van geschrokken. En ik begrijp het niet dat waarom er geen hulp wordt gegeven aan onze mensen daar op de Molukken. Ik begrijp het helemaal niet. En als je onze geschiedenis kent, en ik wil helemaal geen politieke kwesties oproepen, dat wil ik echt niet. Maar als je naar ons kijkt, er is nooit rammeland met ons of wat dan ook. Wij vragen gewoon eenvoudig, simpel, vragen wij hulp voor onze mensen daar op de Molukken. Je kan gewoon, zeg maar, ons niet zo in de steek laten. We hebben daar familie, hebben wij wonen. We hebben daar gewoon een nauw band met die mensen daar. Maar wij kunnen dat niet zelf dragen. Want het gaat niet alleen maar om de oude mensen die ziek zijn, die gedragen worden op de rug naar de bergen. De kleine kinderen, babytjes die net zijn geboren, die huizen kapot zijn gegaan. Het gaat niet alleen maar daarom. Het gaat ook weer om de opbouw van Ambon, van de Molukken. Maar dat kunnen wij niet. We hebben echt hulp nodig. We hebben een benefiet hebben we opgezet met een groepje. En dat is benefiet Beta Maluku. Dat is dan op 15 december houden we dat. En waar is dat? Dolle Pret in Almelo. Dat is die kinderparadijs. En we proberen zeg maar van alles op Facebook, Instagram maken we reclame. Ja, we willen toch zeg maar heel Almelo eigenlijk bij deze oproepen. Om ons te ondersteunen, om toch het geld bij elkaar te krijgen, om steun te geven. Er is sanitair voorziening nodig, er is voedsel nodig, medicijnen, van alles en nog wat. En kinderen die traumatische ervaring daar hebben opgedaan door, door de aardbeving, dat die huizen zijn ingestort. Er zijn ook kinderen die, er zijn kleine kinderen, er zijn oudjes die ziek zijn. We hebben meegekregen dat er ook een aantal ziekenhuizen zijn ingestort, ja, toch? Klopt. Nou, we hebben echt iedereen nodig om ons te ondersteunen. We hebben echt geld nodig voor daar. Het gaat niet om ons hier, maar het gaat om onze mensen daar.